Het was het symbool van de economische wederopstanding na de Tweede Wereldoorlog en beeldbepalend in grote delen van de provincie. De bussen waarmee personeel van Hoogovens naar en van het werk werd vervoerd. Die bus die ging personeel ophalen vanuit de Hoorn, vanuit Schagen, vanuit Den Helder. En ja, dus overal woonde Hoogovenpersoneel. En het leven van die mensen die werd helemaal bepaald door de Hoogovens. Paulien heeft ervoor gezorgd dat vanaf zaterdag de hele week op meerdere plaatsen in Noord-Holland een bus komt te staan waar oud-Hoogovens mensen hun verhalen over de bus kunnen vertellen. Die speelde namelijk een belangrijke rol in de provincie. Hier in Velsen-Noord reden er wel 40 bussen achter elkaar. Kinderen moesten rekening mee houden dat ze niet met iemand een buurvriendje aan de overkant konden spelen. Want voordat die 40 bussen voorbij waren, dat duurde enorm lang. Jan Oosting ging 34 jaar dag in dag uit met de bus vanuit Alkmaar naar Hoogovens en terug. Zoals de meeste anderen benutte hij de ritten om te slapen. Dan werd je ongeveer wakker bij de rotonde Kooimeer of bij de spoorlijn onder de N9 door in de Randweg. En dan was je weer even uitgerust. Dat maakte het prettig. Hoewel er dus veel geslapen werd, denkt Paulien dat ook de meer romantische verhalen naar boven komen. Zoals over de vrouwen die hun man bij de halte stonden op te wachten. Zeker als het loonstrookje net was binnengegeven aan die mannen, dat ze maar meteen het zouden afgeven. En ik hoor ook wel weer van, ja, mijn vrouw die mocht daar niet bij de bushalte gaan staan, want dan zouden ze denken dat ik ook anders de kroeg in zou gaan. Wil je weten wanneer de verhalenbus waar staat? Kijk dan op www.stichtingkist.nl.